Geruisloos loopt het boskaboutertje door de schaduw. Hij loopt langzaam, want hij wil niet op takken trappen die kunnen kraken. Niemand moet weten dat hij er vannacht op uitgaat en waar hij naartoe gaat. Vooral Oehoeboeroe niet. Af en toe staat Paulus stil. Dan kijkt hij zorgvuldig naar alle kanten en luistert met allebei zijn oortjes. Ja, ja. Nou, ik moet goed luisteren, want ik wil hem echt liever niet ontmoeten. Oehoeboeroe, bedoel ik. En het vervelende met uilen is juist dat je ze nooit hoort aankomen. Ze vliegen zo zacht dat ze voor je neus staan voor je er erg in hebt. En dat kan ik echt niet gebruiken. Vannacht niet. Oh, oh, wat hoor ik daar? Oh nee, nee, dat is Oehoeboeroe gelukkig niet. Dat is het gepiep van een spitsmuis. Daar hoef ik me niks van aan te trekken, want een spitsmuis zal me niet tegenhouden. Maar Oehoeboeroe daarentegen, als die wist wat ik ga doen... Oh, 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 wat zou hij verontwaardigd zijn? Oh, oh, dat is hem. Dat is Oehoeboeroe. Hij is op jacht. Altijd, hè. 'S Nachts vliegt hij rond. Dat is juist het gevaarlijke. En als hij deze kant uitkomt... Oei, hij komt deze kant uit. Wegwezen, Paulus. Waar blijf ik zo gauw? Oh, wacht. Ah, hier is een konijnenhol. Daar kruip ik in. Vliegensvlug verdwijnt Paulus in het konijnenhol en gaat zitten, jammer genoeg, bovenop een konijn. Ik moet me even verstoppen. Laat me nou even zitten tot de Oehoeboeroe weg is. Maar je bent zo zwaar. Oh, alsjeblieft, hou het even uit. Doe me dat plezier. Als ik nou ga verzitten, dan ontdekt hij me misschien. Daar, daar is hij. Zie je wel, Oehoeboeroe. Ik zal me wel stilhouden. Inderdaad is Oehoeboeroe neergestreken. Vlakbij, nog geen 2 meter van het konijnenhol af. Oehoeboeroe schudt zijn veren uit, blaast door zijn neusgaten... en knapt met zijn snavel. Dan kijkt hij aandachtig rond. Niets of niemand te zien. Eigenlijk verwachtte ik Paulus ergens. Waarom kan ik niet zeggen, maar ik heb het gevoel dat dat boskaboutertje niet in zijn bedje ligt. En dat zint mij niet. Helemaal niet. Want wat moet een boskabouter omstreeks middernacht in een bos uitvoeren? Paulus, ben jij hier soms in de buurt? Geen antwoord. Des te beter. Misschien vergis ik me wel, maar ik blijf rondkijken, want uilengevoelens bedriegen zelden. O, zo. Joepie, daar ga ik weer. Hij is weg. Gelukkig. Maar blijf je nou niet langer op bezitten? Nee, konijn, ik sta alweer op. Hartelijk dank voor je hulp. Ik ben heel blij dat je niet gemopperd hebt. Moet je niet, Paulus. Wandel maar prettig verder. Waar ga je eigenlijk naartoe? Dat mag ik niet zeggen, dat is het hem nou juist. Het is een geheim, begrijp je wel? Dag konijn. Dag Paulus. Daar gaat Paulus weer. Voor het moment is hij veilig, want de Oehoeboeroe is verder gevlogen. Paulus heeft nu meer haast gekregen. Hij loopt op een holletje, want hij wil niet te laat komen. Precies om middernacht moet hij Eucalypta ontmoeten, dat hebben ze zo afgesproken. Het boskaboutertje weet heel goed dat dit een vreemd soort afspraak is... Een afspraak waarmee Oehoeboeroe het beslist niet eens zou zijn. Maar hij wil Eucalypta de kans geven, de kans om te laten zien dat ze het werkelijk goed meent. Ja, zo is het, hè. Ze gaat me les geven, hè. Dit wordt mijn eerste toverles. Hoe laat zou het zijn? Zou het al 12 uur zijn? Nee, Paulus, het is nog geen 12 uur. Oh, wat laat je me schrikken. Ben je er al, Eucalypta? Ja, ja. Ik ben je er eentje tegemoet gekomen. Fijn dat je je aan de afspraak hebt gehouden. Ik was bang dat je weer terug zou krabbelen. Ja, dat had ik graag gedaan, hoor. Terugkrabbelen, bedoel ik. Maar het zou niet netjes zijn. Beloofd is beloofd. Je hebt toch niemand iets gezegd over die toverlessen, hè? Geen dier, Eucalypta. Iedereen denkt dat ik rustig in mijn bedje lig. Behalve Oehoeboeroe natuurlijk. Ja, daar was ik al bang voor. Ik heb hem zo pas zien langsvliegen. Die uil is altijd op plaatsen waar je hem niet gebruiken kunt. Hij meent het goed, Eucalypta. Hij wil mij beschermen. Ja, dat snap ik. Beschermen tegen mij. Maar dat is vannacht niet nodig, Paulus. Ik zal je niets doen. Het wordt een doodonschuldig toverlesje. Gelukkig maar. Waar gaan we eigenlijk heen, Eucalypta? Naar een open plek. Die uitstekend geschikt is voor een eerste oefening. We zijn er al bijna. Kijk, nog een paar stappen maar. Ja, ik zie niks. Zijn we nou op een open plek? Ja, ja, hier is het. En gaan we nou dadelijk beginnen met de toverles? Nou, daar.
dadelijk, ja. Hoor je, Margriet. Het allereerste wat ik je ga leren is het trekken van een tovercirkel. Kunnen we dat niet overslaan? Ik vind tovercirkels zo griezelig. Die polis, er is niks griezeligs aan. Tenminste niet als je ze zelf trekt. De bedoeling van de tovercirkel is om jezelf onzichtbaar te maken voor spiedende ogen. Zoals de ogen van Oeguboeroe? Juist, Polis. Als de cirkel getrokken is, kan niemand meer zien wat je uitvoert. Zoiets hebben wij tovenaars nodig. Is dat duidelijk? Wij tovenaars? Wow, wat klinkt dat gewichtig. Ik voel me nog helemaal geen tovenaar, maar duidelijk is het wel. Let dan op. Je gaat op je hurken zitten. Je strekt je rechterarm uit, zo ver mogelijk. En dan maak je een wijde kring om jezelf heen. Ik zit al, hoor. Ik zit op mijn hurken. Ik heb mijn rechterarm uitgestrekt. En nou ga ik draaien. Oeh, wacht nog even. Terwijl je de kring draait, moet je zeggen... Brarremarrepierewoep. Oh ja, ja, dat doe ik dan. Brarremarrepierewoep. Voor elkaar. Onzichtbaar ben je al. Zelfs ik kan je niet meer zien. Tenminste, zolang je niet uit de tovercirkel stapt. Dus ik moet op ditzelfde plekje blijven zitten? Gewoon blijven zitten. Dan ben je niet te onderscheiden. Oeh. Hé, daar heb je Oeguboeroe. Goeienacht, Oeguboeroe. Nacht, Eucalypta. Wat voer jij hieruit? En waarom sta jij jezelf te kletsen? Ach, Oeguboeroe. Zomaar. Dat doe ik wel, meneer. Geen uitvluchten, Eucalypta. Vertel me de volle waarheid. Goed, goed. Dat wil ik wel doen. Ik heb geen geheimen meer voor jou. Voor niemand meer, mag ik wel zeggen. Prachtig. Wat doe jij dan precies? Ik geef toverlessen aan Polis, Oeguboeroe. Laat me je kijken. Hoe kan jij Polis nou lesgeven als hij er zelf niet bij is? Ja, je hebt me gevraagd de waarheid te spreken. En dat doe ik ook. Ik geef heus toverles aan Polis. Jammer dat ik er geen zier van geloof. Polis is in geen velden of wegen te bekennen. En dat is maar goed ook. Want anders zou ik hem oppakken en regelrecht naar zijn bed brengen. Maar als je hem nergens ziet, gaat het moeilijk, hè? Inderdaad, dat gaat niet. Ik groet je dus, Eucalypta. Geef jij maar fijn toverlessen in je eentje... en maak jij jezelf maar wijs dat je die lessen aan Polis geeft. Ja, dat zal ik doen, Oeguboeroe. Dag, Oeguboeroe, vlieg me prettig. Nou, wat zeg je ervan, Polisie? Usje me nou, dit is inderdaad het beste bewijs dat je de waarheid hebt gesproken. Oeguboeroe zag me helemaal niet... en dat terwijl hij toch verscheidene malen naar me gekeken heeft. Ik had het gevoel dat hij dwars door me heen keek. Ja, dat was ook werkelijk zo. Hij keek dwars door je heen. Zolang jij in de tovercirkel blijft staan, kijkt iedereen dwars door je heen. Dat is toch wel geweldig. Ik moet zeggen, Eucalypta, je stelt me niet teleur. We zijn nog pas aan de eerste les toe en toch heb ik al een heel belangrijke toverkunst geleerd. Ja, en het was zeer verstandig van je dat je meteen de proef op de som hebt genomen. Ik was eerst bang dat je iets zou zeggen, dat je je stem zou laten horen en zo je aanwezigheid verraden. Ja, of dat ik uit mijn tovercirkel was gestapt, Eucalypta. Maar nee, zoveel verstand heb ik wel in mijn bolletje. Zulke domme dingen zal ik heus niet doen. Ik begin plezier te krijgen in jouw toverlessen. Ja, ik voorspel je goede vorderingen. Je bent een uitstekende leerling, Polis. Als je zo doorgaat, dan zal je een grote tovenaar worden. Jonge, jonge, wat een vooruitzicht. Wat ga je me vannacht nog meer leren? Kalm, kalm, niet zo naast, Polis. Het geheim wat ik je zojuist heb geopenbaard is zeer belangrijk. Maar het is beter als je je nou eerst wat gaat oefenen. Met één les zijn we heus nog niet klaar. Je moet de verschillende kunsten goed onder de knie hebben. En zonder oefening lukt dat niet. Oh ja, dus voor vannacht heb ik genoeg geleerd. De eerste les heb je gehad. Probeer zelf wat je ermee doen kunt, Polis. Pas als je de macht van de tovercirkel grondig hebt leren kennen, zal ik de lessen voortzetten. En bovendien... Ja, ik hoor het al. Bovendien hebben we vannacht geen tijd meer voor toverlessen.